Er is nog steeds een grote vraag naar kokosolie. Dit bevestigt kokosolieproducent Leo Sanayong, die tegenover onze nieuwsdienst aangeeft altijd uitverkocht te zijn zodra hij kokosolie in voorraad heeft. Wij waren in Koroni en brachten een bezoek aan deze producent van kokosolie. Kokosolie wordt gemaakt van copra of het vruchtvlees van de kokosnoot. Deze wordt gedroogd waarna de melk daaruit wordt geperst. De kokosbassen worden onder andere als houtskool gebruikt. Sanayong legt ons zijn proces voor het maken van kokosolie uit. Bij mij hoor. Ik doe het, dan laat ik het ongeveer een half uur. Dan wordt het hierin gezien. En daarna wordt het gekookt, maar het neemt tijd wel. Voordat het olie uitscheidt, neem ik aan. Ja, want het heeft watergehalte toch. Dus het neemt ongeveer bijna 4 uurtjes. Voordat u een x aantal liters olie eruit kan krijgen? Voordat u olie krijgt. Het watergehalte moet eruit. De producent geeft aan dat kokosolie verschillende functies kan hebben. Zo kan je het bijvoorbeeld gebruiken om te koken of om je lichaam mee in te smeren. Sanayong gaat verder ook aan dat de geur en de smaak van de olie aanduiden als de olie nog vers is. Waarvoor kan men nog steeds kokosolie gebruiken behalve om te koken en voor mensen die het voor hun lichaam gebruiken? Innemen, je kunt ook innemen. Innemen hoe? Voor u, misschien heeft u last van uw ontlasting. Dan gebruikt u een eetlepel 's morgens. Ja. Als ik zo een beetje luister dat men aangeeft, meneer Sanayong, kokosolie is de beste. Hoe lang blijft u met uw voorraad als men weet dat u kokosolie heeft gemaakt? Het blijft nooit. Voorraad blijft nooit, dus ik heb altijd bestellingen. Dus zodra ik klaar ben, gaat alles gelijk weg. Sanayong is van mening dat elke producent het beste van zijn of haar product moet maken, aangezien zij daar zelf profijt van zullen hebben. Zijn woorden zijn gericht aan zijn mede-kokosolieproducenten die de pure kokosolie mengen met spijsolie.